staat bakkerij op, dus het kan niet missen dat het taartdoos is. Oh, moet ik daar met mijn handen in? Als je dat heel graag wil, mag jij dat doen. Ik had deze maar overtuigd om ooit ook een sportpaard te kopen. Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij hebben vandaag een hele leuke dag. We hebben namelijk surprises met de YouTubers. En ze staan allemaal achter ons, dus wij gaan jullie gezellig een dagje meenemen. Ja. Ik ga alle kanten voor. Wat wil je zetten? Kijk, deze heb ik gemaakt. Een reiskoffer voor JD. Oh. Is die voor Kim? Ja. Kim heeft gewoon een nieuw paard. Heb je het koud? Best wel. We gaan nu eventjes een filmpje opnemen om de Go Social Party te promoten. Ja. En ja, dat gaan we nu eventjes doen. Dit gebouw is 23 meter breed en 125 meter lang. En we hebben hier daar in de hoek zitten, daar komen de wasmachines. Die staan er nu nog in, de wasmachines, drogers. Om alles mooi netjes schoon te houden. Daar is de zadelkamer, achter de kantine. En hier is ons voerhok. Mooie brede deur erin, zodat we het zo naar binnen kunnen rijden. De pallets, drie wasplaatsen en een solarium. Eigenlijk voor dit aantal paarden precies genoeg. Maar alles heel kort op elkaar. En we hebben hier ook geen zolders in zitten, het is allemaal afgetimmerd. Helemaal zelf gebouwd. We hebben een paar jongens in dienst die dit staalconstructie hebben laten zetten. En de rest hebben wij helemaal zelf in eigen beheer gebouwd. Zelf stenen gekocht, zelf de klinkers gekocht. Het rubber hebben we wel uitbesteed. De stallingrichting is van Smulders. Daar werken we heel veel mee samen. En ja, dan kun je toch met een redelijk compacte groep mensen kun je veel bouwen. En dat is een beetje nou ja, wat wij prettig vinden om te doen. Dus dit is eigenlijk wel een hele, vinden wij een fijne aanpassing. Twee meer kunnen zijn. Hoe is deze eigenlijk? Gewoon om de tralies te maken, zodat je het daar goed kunnen zien. We hebben nog hoger gemaakt, veel beter kunnen zien. Hey, knap het. De dampjes zijn nog trekken. En dat is heel goed. Ik knap het. Hallo. Wat is dat nou voor gekke camera? Drie mensen aan het bouwen, allemaal dezelfde soort stal in mij, gewoon boven, kraan die erin. Daar hebben we die dichtbox gemaakt. Komt de hens weer op, er zit een eng achter de hens te zijn, kun je daar apart zetten. Daar de hoek staat in aangewezen hens, staat daar de hoek, aan de hoek op de loop, daar is een kraan. Juist omdat we elkaar heel goed kunnen zien, dat vinden wij het een fijne rust. Ik heb een vriendje gemaakt. Kijk nou. Oh, is zo leuk. Je bent echt leuk. Hallo. Deze is echt heel lief. Heel vriendelijk. Oh, wat is dat? Jij zou ook wel een vriendje van mij kunnen worden. Ja. Oh. Oh, dit is leuk, zo'n vlogcamera. Dit kan niet, normaal kan ik altijd op de doen. Je bent een sportpaard, het is echt iets heel anders. Misschien allemaal springpaardjes. Om ooit ook een sportpaard te kopen. Misschien gaat deze maar overtuigen om ooit ook een sportpaard te kopen. Kijk hoe klein ik ben. Spring of dressuurpaard wil je dan? Nou, ik vind deze wel echt een... Oh, dat is zo vrij cool. En we zijn voor de duidelijk, we zijn echt op een springstal. Die nog niet zo lang bestaat, deze stal. Je kan ook nog wel zien aan alle inrichting en alle meubels die hier staan, dat alles vrij nieuw is. En hier staan zulke mooie paarden. Ik vind deze heel mooi. Ik hou echt van schimmels. Mijn volgende paard, die wordt echt een schimmel, 100%. En deze vind ik echt heel leuk. Volgens mij is deze nog vrij jong, omdat... Ja, hij is nog echt heel donker.
Dus ik denk echt dat deze een jaar of drie is. Misschien nog, ja, ik denk 3 of 4. Maar hij is echt heel leuk of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, je bent echt heel knap. Kom naar mijn vriend. Ik vind deze schimmel heel leuk. Jullie kennen mij natuurlijk van de koudbloeden. Maar als ik ooit een warm bloed erbij neem, dan is dat echt zo leuk. Binnen is een hele mooie stapmolen. Daar zijn de stallen. Dit is het buitenterrein. Voor zover ik zie is daar de mesthoop. Daarachter een longeerkraal met paddocks. Buitenbaan. Het is allemaal heel goed verlicht s'avonds. Nou ja, dat was een beetje mijn verhaal. Dat we het leuk vonden. En dat jullie een fijne dag hebben. En dan wij gaan nu lekker eten met z'n allen op een hele lekkere lunch. En zometeen hebben we surprises met z'n allen. En we hebben net de bijeenkomst gehad en wat dingetjes besproken met iedereen. En het is hier zo mooi, echt niet normaal. Maar we hebben net nog een kleine springclinic gehad. Dus nu even eten en dan gaan we zo beginnen met de surprises. Er staat bakkerij op, dus het kan niet missen dat de taartdoos is. Oh, dan moet ik daar met mijn handen in? Als je dat heel graag wil, mag jij dat doen. Maar ik heb doekjes voor je. Oh, lekker, Renke. Ik heb gisteravond... Hij hoorde eigenlijk een hele te zijn, maar het is nu wel... Oké, ik ga even mijn horloge afdoen hoor. Maar je hebt ook nog een gedichtje. Oké, okay. Zou ik die eerst voorlezen? Ja. De in. Nou, daar word ik het stiller van. Ja, jongens, allemaal druk op. Iedereen staat helemaal klaar. Maar, zit het hier in? Met je hoofd. Met je hoofd. Wat? Met je hoofd. Nee. Nee, maar moet ik serieus met mijn handen in? Met je mond. Ik wou dat nog opeten. Moet je daarna verzorgen? Het lijkt naar het poep of zo. Maar, wat is je eerste reactie? Ja. Ik weet niet zo goed wat het is. Is het lekker de taart? Moet ik proeven. Lekker? Maar, jongens, jullie, ik dacht alweer, ik zal iets zoiets krijgen. Ja, part of my job. Tuurlijk. Heel normaal. Dit ga ik niet aanraken met deze handen. Oh. Wow. Mijn eigen horloge is eergisteren op het werk kapot gevallen. Dus... Ja. Oh. Ja, hij doet het nog wel, maar die dingetjes, die tik dingetjes zijn uit. Oh ja, dat zei jij nog. Je wijzers waren op hol geslagen. Wacht, ik wil niet dat dat vies wordt dan. Oh, nee. Ah, daar. Oh. Vast ongeduldig. Goed gezien, Sint en Piet. En Amerika. Zal ik die gerust op? Ik ben echt een beetje. Ja, het is gewoon niet gedaan.
Ja, beste van deze. Jij bent een koekier. De scheepjes in het land en samen met je pony sta je in de krant. Dus maak je cadeau maar snel open. Goed je ziet. Alles moet kapot. Best zwaar. Leuk. Oh, jeetje. Kan ik mezelf een keer weggaan? Dankjewel. Een paar grijpen besteed je heel veel tijd. Rebecca krijgt een hele schoorsteen. Je hebt deze gemaakt. Ik ook wel jij. Nee, niet allemaal. Precies. Het is een heel groot wijnglas. Wauw. Ik neem maar één wijntje. Nou, ik had dus mijn surprise gekregen. Alleen op het moment dat we wilden filmen, was mijn camera opeens stuk en deed hij niet meer. Dus ik ga hem nu nog even aan jullie laten zien. Dit is het kaartje en dan mijn gedichtje. Lieve Megan, na gezellig en best spannend jaar trokken wij loodjes met elkaar. Dan denk je meteen, wat zou het zijn? En dan zag ik de naam Megan. Dat vond ik fijn. Want we hebben allebei wat dingen gemeen. Solliciteren bij de AH en vertrekken op één dag. En ook op ieder leuk evenement vind ik het gezellig als jij er ook bent. We filmen er allemaal op los, maar als de camera het niet doet, dan ben je de klos. En dat had ik dus net voor mijn surprise. Daarom heeft de Sint dit bedacht, hij heeft een reservecamera voor je meegebracht. En ik heb dus deze supermooie camera gekregen. Met dit als de achterkant. Echt heel gaaf. Heel mooi gedaan. En als cadeautjes heb ik gekregen... Een lichtbox, echt heel erg leuk. En van Rituals, dit voor mijn lippen, want ze zijn heel schraal, dus dat vind ik echt wel fijn. En dan deze lekkere chocoladeletter. En het is gewoon echt een hele leuke surprise die er zo uitziet. Een vlogcamera. En hier heb je ook hele mooie details. En Romy had mij getrokken, Romy van der Linden. Dus daar ben ik echt super blij mee. Zo, wij zijn inmiddels thuis. Ik vond het echt een hele leuke dag. En natuurlijk hele leuke surprises gekregen. Romy van der Linden had mij. Ik heb dus die hele leuke camera gekregen. Ik had JD. En Rinke die had Made van Made Fleur als loodje. En degene die Rink had was dus Danielle van Milo. Dat hebben jullie wel gezien met die leuke slagroomtaart. En we hebben ook nog een hele leuke rondleiding gekregen. We zijn net nog eventjes doorgegaan naar Jumping de Achterhoek. Maar daar komt ook nog een vlog van online. En dan ga ik nu de video afsluiten. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende video weer. Doeg!